Vandaag is er 20 jaar geëist tegen de verdachte van de moord op en verkrachting van Milika van Doorn. Wat vindt u van deze strafeis? Het is het maximale en daarmee ook juiste straf voor dit misdrijf. Ik ben 18 jaar advocaat. Ik heb zelden een slachtoffer zo toegetakeld gezien als in dit dossier. En het is zelfs hoger dan u had geëist of had gehoopt, begrijp ik. Nou, tussen hopen en wat wij als minimum willen zit een verschil. Maar de familie is tevreden met deze eis, zeker. Ja. Hoe was het voor de familie om vandaag aanwezig te zijn in de zaak? Ja, het is een heel dubbel gevoel voor hun, want het wordt een afsluiting. Na 26,5 jaar niks weten, komt er nu zometeen een vonnis. En ja, eigenlijk weet de familie nog niks, omdat de verdachte inhoudelijk in feite niet heeft willen verklaren. Maar u zegt ze zijn blij met deze strafeis? Ja, het is het maximaal haalbare. En zij accepteren het feit dat we in een rechtsstaat leven en dat je daar dan mee moet doen. Hoe verwacht u dat deze zaak verder gaat? Is het hierna afgerond, denkt u? Het lijkt me sterk. Kijk, als er een veroordeling volgt, de verdediging heeft geroepen, hij heeft het niet gedaan. Ja, dan ligt het voor de hand dat die in hoger beroep gaan. Dat zouden mijn cliënten heel vervelend vinden, want die willen erg graag een punt zetten. En laten we het zo zeggen, stel dat de rechtbank zou komen tot een veel lagere straf, dan zal het OM naar ik aannemen in beroep gaan, want je vraagt niet zomaar de maximumstraf. Maar u zegt de familie verlangt eigenlijk naar afsluiting, afronding van dit hele proces? Tuurlijk, zij hebben 26,5 jaar moeten leven met de gedachte wie is dit, waarom is dit gebeurd. Nou, we weten nu wel wie het is. We weten alleen niet waarom. En het ziet er niet naar uit dat we dat in een hoger beroep opeens wel te weten gaan komen. Dus dan kan het ook maar beter klaar zijn.